En we zijn weer met z'n allen terug in de zaal waar wij het NK Noodschieten spelen in Vondel CS in Amsterdam. Fijn dat u weer terug bent, nog een beetje aan het herkouwen. Voordat wij doorgaan met onze finale ronde, heb ik eerst nog de uitslag van de test uw noodschietkennis die we hebben gespeeld tijdens de uitzendingen hieraan voorafgaand. 10 keer tijdens 10 uitzendingen. En ik heb een notaris, onze webredacteur Rebecca van der Weijden, met een envelop. Yes. Dankjewel. En het is net als de Oscars. Het is dat ik toch een keertje zo een envelop mag openen. En ik mag zeggen, de winnaars, het zijn er 3, zijn Tine van Sloten, meneer of mevrouw D. van Kekem en Gerard van der Werf. Avrotros gaat contact met u opnemen en u krijgt uw prijs. Dat is echt een gigantisch cd-pakket, thuisbezorgd. Gefeliciteerd, leuk dat u meedeed. Ja, en dan zijn we toegekomen aan de finale van het NK Noodschieten. We hebben de voorronde gehad. Er is plaats voor 3 finalisten. Monique Meeuwis is voorzitter van de jury. Jullie hebben geteld en gepuzzeld. Verlos ons. Wat wil je weten? Wat we allemaal willen weten. Je wilt weten wie er met minste fouten sowieso een plek aan tafel heeft? Graag. Met 4 fouten? Ja, terecht. Ik zou zeggen applaus voor Jan Broekhuizen. Jan Broekhuizen, gefeliciteerd met de finale plaats. Zoek een lekker plekje uit achter de tafel. Slechts 4 fouten. Was hij gewoon de beste? Hij was gewoon de absoluut allerbeste. Oké, volgende. Gevolgd door 5 fouten. Jaap Kroes. Jaap Kroes. Waar is Jaap Kroes? Daar is Jaap Kroes. Gefeliciteerd. Zoek een plek naast Jan. Nou, nog 1 finale plek te vergeven. Ja. 1 plek. En 4 mensen met 6 fouten. Dat wordt shootout, hè? Dat wordt een shootout. En ja, wil jij weten welke... Ja, of ze naar voren willen komen dan? Willen naar voren komen. Winston Meij. Nico Hogenboom. Bert Kuipers. En dan hebben we nog plek voor 1. En het is maar goed dat hij vooraan zit. Job de Jong. Oh. Hey. Ja. Ja, heren, dit wordt leuk. Maar voor 3 van jullie ook buitengewoon pijnlijk. Kan jij er nog ertussen, Job? Want jullie weten hoe een shoot-out werkt. Even een beetje naar voren, Job. Dan kunnen we je ook zien thuis, neem ik aan. Ik heb een shoot-out-vraag. Dat is dus een schattingsvraag. Wie het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt de 3e finale stoel. Zo eenvoudig is het. En jullie zitten nu puur toevallig zo van links naar rechts. Dan ga ik zo meteen van links naar rechts. Dat is duidelijk. Het is een lullige manier om af te vallen, maar een leuke manier om in de finale te komen. De shoot-out-vraag, daar komt-ie. Toen Edvard Grieg in 1907 overleed, liet hij een aanzienlijk geldbedrag na aan de Stadsbibliotheek van Bergen, Noorwegen. Hoeveel dollars waren dat? Denk heel even na, Winston, en kom nu met je perfecte schatting. 250.000. Winston gaat voor $250.000. Job de Jong denkt na. $650.000. Nico Hogeboom. $325.000. En Bert Kuipers. 150.000. Het is 1907, hè? Het was toen een enorme bedrag. Het juiste antwoord is $56.000. Volgens mij is Bert Kuipers
De derde finalist. Oh. Spijtig voor Winston Meij, Job de Jong en Nico Hogeboom. Maar Bert Kuipers, neem plaats. Je mag zelfs in het midden zitten. Ja. Ja, Job, en jij moet weer terug naar je plekje. En dan gaan we ons opmaken voor de finale van het NK Noodschieten. Links dus Jaap Kroes. In het midden zit Bert Kuipers en rechts zit Jan Broekhuizen. Voordat Maartje de eerste vraag gaat stellen, leg ik nog even uit. Je krijgt een fragment te horen. Op het moment dat je weet wie de componist is, naam van de componist is voldoende. Op het moment dat je het weet, druk je op de knop. Degene die het eerst heeft gedrukt, daarbij gaat het lichtje uit en brandt er een wit cirkeltje. Die heeft de beurt. Is de vraag goed beantwoord, krijg je een punt. Is de vraag fout, gaat het fragment door voor de andere twee kandidaten en is je beurt voorbij. Is dat een beetje duidelijk? Willen jullie even voor het gevoel gewoon één keer op die knop slaan? Hopsakee, voor het gevoel. Ja, jij nog een. Nou, dat werkt. Dat werkt, dat doet het. Is het voor de drie finalisten duidelijk hoe het gaat? We hebben geen idee hoeveel vragen we gaan stellen, want we weten niet hoe snel jullie gaan drukken. Ja. Ik zeg, God zegene de greep. Nou ja, dan is even kijken of onze cd-speler het ook nog doet. We gaan muziek horen en de vraag is van welke componist? Bizet. Ja. Ja. Jaap Kroes, en wat van Bizet? Een stukje uit zijn symfonie, dacht ik. Is helemaal goed. Ja. Jaap Kroes heeft een punt. Nou, zo gaat dat dus. Heren, let op. Hier is het tweede fragment. Meneer Kuipers, zegt het maar. Strijkerserenade van Dvořák. Yes. Punt voor Bert Kuipers. Dan de volgende muziek weer. Van welke componist is dit? Dat was meneer Kroes. Zeg dit maar. Ik denk Bruckner, de zevende symfonie. Nee, fout. Nee. Richard Wagner. Nee, ook niet. Wat? Ja, ik constateer ineens een fout. Dit is de Ouverture Parsifal. Ja, het is Richard Wagner. Punt voor Bert Kuipers. Ja. Ja, daar krijg je wat. Daar zeg je me wat. Daar zeg je me wat. Gelukkig. Zijn we dan wel nog bij de juiste op de cd met tracks en zo? Laten we het horen bij vraag 4. Ja. Er is even paniek in de tent. Maar Bert Kuipers heeft gedrukt. Tweede symfonie van Robert Schumann. Is juist. Zijn we dan nu weer bij ons... zitten we op het juiste pad dan? Laten we maar naar de volgende muziek gaan luisteren. Gedrukt worden. Ja, volgens mij was meneer Broekhuizen als eerste. Nee, maar Jaap Kroes brandt. Oh, maar dan moet hij wel harder drukken, hoor. Okay. Goed rammen op dat ding. Jaap Kroes. Zweling. Nee. Fragment gaat door voor de anderen. U had gedrukt, meneer Broekhuizen, maar wat dacht u ook Zweling? Ja, Zweling, ja. Oh, ja. Nee. Helaas. Ik had er een gokje waren, natuurlijk. Nou, zeg maar. Wie door? Nee. Boekstehoede. Ja, dat wisten zij allemaal wel, hoor. Volgende fragment in de finale.
Jan Broekhuizen. Brahms. Ja. En wat van Brahms? Klarinet Quintet. Ook nog goed. Ja, wel ja. Maar daar krijg je geen extra punten voor. Over punten gesproken. We gaan even aan Monique Meeuwis vragen wat de tussenstand is in deze finale. Er kan nog van alles gebeuren. Laat ik daarmee beginnen. Jaap Kroes, 1 punt. Jan Broekhuizen, 1 punt. En Bert Kuipers, 3 punten. Volgende fragment. Welke componist, heren? Wat een mooie timing. Bert Kuipers. Chopin. Als je de titel weet, mag je hem erachteraan zeggen. Eerste pianoconcert. Eerste pianoconcert, ja, helemaal goed. Stilte en concentratie. Ja. Jan Broekhuizen. Beethoven. Wat? Titel? Waldsteinsonate. Waldsteinsonate, ja. Ludwig van Beethoven, punt voor hardcore dan. Noodschieters hier. We gaan verder. Welke componist is dit? Ja, meneer Kuipers. Mozart, AV 4. Yes. Hij maakte een schijnbeweging, maar hij had hem. Bert Kuipers. Oké, gaat lekker vlot zo. De volgende alweer. Oh. De glazen water schieten hier van de tafel, maar het lampje van Jaap Kroes brandt. Dat was ook weer Mendelssohn. Reformatorische symfonie. We hadden hem ook weer tijdens de voorronde, Mendelssohn, de 5e symfonie. Als u nou de handen goed bij de knop houdt, dan hoeft u niet de enorme afstand af te leggen. Dan bent u sneller. Gaan we luisteren naar de volgende muziek. Yes, meneer Broekhuizen. Schubert. Ja, wat? Het strijkkwintet. Ja. Hartstikke goed hoor. Jongen. U loopt in op meneer Kuipers, denk ik. Ik heb geen flauw idee. We gaan het gelijk controleren bij Monique Meeuwis van de jury. De stand op dit moment. Jaap Kroes, 2 punten. Jan Broekhuizen loopt in, 3 punten. En Bert Kuipers aan de leiding met 5 punten. Oh. Oké, gaat hij weer. Jaap Kroes. Verdi. Requiem. Is goed? Ja, Verdi was ook al goed eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dit is nog knapper. Ja, tuurlijk. Lacrimosa uit het Requiem. Vraag 12. Van welke componist is dit? Niet voorzeggen, hè, Job? Jaap Kroes was de eerste. Ja, ik wist het wel, hoor. Haydn. Oh, okay. Gelukkig. Haydn. Een van de trompetconcerten. Langzame deel. Ja, ik zag dat je het wist. Deze dan. Yes. Jan Broekhuizen. Johan Strauss. Moet er nog een junior of een senior? Nou, doe maar junior. Doe maar junior. Is goed. Ja, senior hadden toch echt fout gerekend? Ja, dit was de Keizerwalzer, althans de opening daarvan. En deze muziek dan, van wie is dit? Ja, meneer Broekhuizen. Nou, gokje. Handel. Ja, wie heeft het goed? Goed gokje. Music for the Royal Fireworks. Voor het volgende fragment vraag ik weer concentratie en stilte in de zaal, want het begint ook zacht. Oeh, nou, dat is meneer Broekhuizen weer. Pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Jongen. Bravo! En nu dan, wat is nu de tussenstand? Het gaat nu echt spannend worden. Ja. Jaap Kroes, 4 punten. Bert Kuipers 5 punten. En met 6 punten neemt Jan Broekhuizen de leiding. Mm.
bloedstollend, zeg ik. En dan is de vraag, welke componist heeft deze muziek geschreven? Ah, meneer Kuipersbrand. Shostakovich. Ja. Ja. Wisten jullie die ook allemaal trouwens? Ja. Oké, okay. Gaat die weer. Bert Kuipers. Kijk eens, een revanche van Bert Kuipers. Edvard Grieg. Ja, wat goed zeg. Ja, je krijgt extra waardering met een titeltje. Een extra waardering voor een titel. Bruiloft op Trolthaugen. Ja, is nou, heel, ja. Helemaal hartstikke goed. Nou, kom op jongens. Deze componist. Yes. Jan Broekhuizen. Oh, u gaat het toch wel zeggen? U gaat het toch wel zeggen? Ik ben hem even kwijt. Oh. Oh, nee, je weet het. Ja, gelukkig. Vooruit. Ja, we stonden op het punt, maar hij kwam net ja, op tijd. Ja, gelukkig. Dat was net op tijd. Johan Pachelbel. Oké, gaat u weer concentratie, handen aan de knop. Deze. Jaap Kroes. Rachmaninov, tweede pianoconcert. Welke pianist? Ashkenazi, ik heb er wel een punt voor. Ik heb geen flauw idee. Oké, okay, nou, dit is ook weer een inkoppertje hoor. Deze muziek. Ja, Jan Broekhuizen. Bach. Ja, weet u wat? Een van de Brandenburgsconcerten, denk ik. Ja, vier. Ja. De juryvoorzitter... staat weer overeind. Monique, wij zijn nieuwsgierig. Jaap Kroes, 5 punten. Bert Kuipers, 7 punten. En Jan Broekhuizen, 8 punten. Oh. Dit is echt een nek-aan-nek race, zeg. Jongen. Ja, we gaan nog even door. Vraag 21, welke componist? Hoppakee, Bert Kuipers. Haydn. Je kan mij wel aankijken. Ja, maar... dan stopt het. Nee, dat is toch al goed. Hartstikke goed. Okay. Zigeunertrio. Oké, ja. Zigeunertrio. En mijn woonland. Ach. Het gaat om de naam van de componist, ook bij de volgende vraag. Ik ben benieuwd wat er nu komt. Oh, ja, ik ook. Oh, we hebben een probleem. Hé, we hebben geen lampie. Oei. Ja, ik vrees dat we deze meteen moeten overslaan. Want, en dan leg ik even voor de mensen thuis uit, ze sloegen alle drie op de knop en er gaat niks uit of aan. Het was alle drie gelijk. Dus... Ja, ik hoor wel heel veel, ja, meneer Broekhuizen. Maar wij gaan op de techniek af en de techniek die zegt nu even niks. Maar even voor de zekerheid, wat hadden jullie alle drie gezegd? Ja, Purcell. Purcell hadden jullie alle drie gezegd. Deze vraag slaan we over. Ja, deze telt dus niet mee. Nee, we gaan eens kijken of het bij de volgende weer wel lukt, hè? Er zijn ook mensen die zeggen dat het Britten is, maar... Purcell. Dit was de Purcell, ja. Daar is Jan Broekhuizen. De apparatuur doet het weer. Brahms. Ja, goed. Deel 1, zijn eerste cello-sonate. Gaat het nog een beetje, mannen? Dank u. Ja. Neem een slokje water. Ja, doe ik het. Ja, dan wachten wij wel even tot het... Tot u geslikt heeft. Verder. Ja, iedereen... Ja, handen bij de knop. Goed. Volgende fragment. Oh ja. Daar was Mick Kuipers. American in Paris van Gershwin. Yes. Monique, hoe staan ze ervoor? Je hebt ook belangrijk werk. Dank je wel. Jaap Kroes, nog steeds op 5 punten. En dan, ex aequo, Bert Kuipers en Jan Broekhuizen, allebei 9 punten. Ja, die nek aan nek, hè, nog steeds. Oei. Nou, meneer Kroes, kom op. Deze is voor u.
ik zag toch wel meneer... Ja, ja, maar Jan Broekhuizenbrand. Ja, ja. Ja. Ah. Elgar. Ja. Elgar, opening van de... De variaties, de Enigma-variaties. De Enigma-variaties, helemaal goed. Oké, okay, Bert Kuipers heeft een slokje water genomen. Dan kunnen we door met de volgende. Bert Kuipers. En nu ook de titel erbij. Ja, ik ben al blij. Want die is zo fijn. Ik ben al blij als een componist. Is goed. Rodrigo. Ja. Is goed, Joaquin Rodrigo. En nou, vooruit het titeltje erbij. Ja, Aranguez. Die nee. Andere. Nee, toch niet. De Fantasia para un gentil hombre. Als je Spaans spreekt, is het niet zo erg. Vraag 28. Van wie is dit? Weer Bert Kuipers. Broekter. Oei. Ah. Malen. We gaan door voor de andere. Ja, daar is Jan Broekhuizen. Dat werd ik al voorgezegd met Gustav Mahler. Ja. Welke? 6. Ja. Nou, weet ik niet, sorry. Nou, oké. Okay. Net als 6. Mahler 6. De volgende muziek. Bert Kuipers, uw brand? Ja, Bach. Ja, ja Bach. Ja. Ja, Bach, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Misschien moeten we het iets lastiger maken met deze. Daar is Jaap Kroes. Lichte cavalerie van Soupé. Heel goed. Ja. Heel goed, de ouverture Lichte cavalerie van Frans von Soupé. Het gaat hard, jongens. Het gaat heel snel, want we hebben nog maar 5 vragen te gaan. Moeten we misschien nog heel eventjes een klein tussenstandje doen? Monique! Kan je daar even iets nog moeilijkers tussen gooien, want het gaat te goed zo. Jaap Kroes heeft 6 punten en Bert Kuipers en Jan Broekhuizen hebben er allebei 11. Ik weet niet hoe u in uw wiskunde zit, maar als er nog 5 vragen zijn en de stand is 6-11-11, zou het wel heel leuk zijn, Jaap. Hij neemt nog even wat energiedrank. Nou, dan hebben we hier nog eentje, weer eentje voor Jaap Kroes. Jaap Kroes. En hij drukt. Vioolconcert van Saint-Saëns. Ja. Ja. Derde vioolconcert, langzame deel van Camille Saint-Saëns. Heel goed. Leuk. Volgende muziek. Daar is Jaap Kroes. Zie je wel. Hij doet het erom. Ja, hij doet het erom. Jaap Kroes. Schumann. Jan Broekhuizen. Chopin. Het is de Etude opus 10, nummer 3, Tristesse van Frédéric Chopin. Jaap, wat doe je nou? Ik dacht dat Treumerij hoorde. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar dat was het dus niet. Maar dat was het niet. Ja, Chopin en Schumann hebben toen die ene avond samen gedronken. En hebben ze besloten om zelf te beginnen. Zoiets is het. Dat is een muzikologisch feitje. Precies. Ja, ik was er niet bij hoor, trouwens. Maar... Oh, oké. Okay. Nou goed, blijf wel de boel flink dwarsbomen. Ja, dat doen we. Oké. Okay. 3 vragen nog te gaan. En toch nog maar even voor de zekerheid de vraag aan Monique. Hoe staan we ervoor? Jaap Kroes, 7 punten. Bert Kuipers, nog steeds 11 punten. En Jan Broekhuizen gaat nu aan de leiding met 12 punten. Nog 3 vragen. Jaap Kroes. Puccini. Puccini is goed. Het intermezzo uit de opera Manon Lescaut. En Jan Broekhuizen denkt van nou, zolang die Kroes scoort, zit ik goed.
Ja. Maar daarentegen, Bert Kuipers denkt, als ik die laatste twee nog goed heb... Ik denk, Bert Kuipers, dat deze voor u is. Nee, het maar is Jacques Kroes. Tchaikovsky. Uit? Notenkraker. Punt voor Jaap Kroes. Ja, en dan begrijp ik dat de allesbeslissende vraag er nu aankomt. Of Jaap Kroes heeft hem en dan weten we de winnaar. Of Jan heeft hem en dan weten we de winnaar. Dus ik zou zeggen Bert Kuipers. Hier komt hij. Jaap Kroes. Katsaturian. Katsaturian. Jaap Kroes heeft het laatste punt. En dat betekent dat we een Nederlands kampioen hebben, maar officieel vraag ik dat nog even aan de jury. Beginnen we met de derde plaats. Mag ik trouwens eerst even zeggen dat het niveau dit jaar heel erg hoog was? En dat ze wel heel erg dicht bij elkaar liggen. Ik vond het spannend. Jaap Kroes, derde plek, zeer verdiend, met 10 punten. Ja, goed. En Bert Kuipers heeft het ook geweldig gedaan. Op de tweede plaats met 11 punten. Ja, maar de onbetwiste winnaar van het NK Noodschieten 2015 is Jan Broekhuizen. Jan Broekhuizen dus mag een jaar lang de titel Nederlands kampioen noodschieten 2015 voeren. Mag ik je meteen als kampioen ook een vraag stellen? Ik dacht je zei, ik ga je een kus geven. Ik wil hem best een kus geven. Dat hadden we toch beloofd? Zij komt straks. Vertel eens, hoe kom je zo goed? Nou, het is misschien wel leuk om even een kleine hommage aan iemand van vorig jaar. Ik was in Wageningen 3 jaar lang de buurman van Loet van Vreumingen. Dat is een vermaard noodschieter. Hij heeft mij op het goede pad van de klassieke muziek geholpen en ik heb dat later wat uitgebreid. Ja. Ik had graag dit jaar tegen hem gestreden, maar hij was er vandaag niet. Nee. Dus. Nee, dat is grappig, want Harry Peils was vorig jaar derde, Loet van Vreumingen tweede en Wart Koopmans de winnaar. Die kon er hier vandaag niet zijn, maar je bent dus de opvolger van Wart Koopmans. Maar hoe fanatiek luister je nou naar muziek? Vreselijk fanatiek. Ja. Nou, ik ben een fanatieke LP-verzamelaar. LP? Ja, LP. Ja. Wat zijn dat? Dat zijn van die vinylschijven waar heel mooi muziek op staat. Met krasjes en dat soort dingen meer. Nou ja, als je heel veel LP's hebt, luister je veel. En dan steek je blijkbaar ook veel kennis op. Dus, en daarnaast ben ik zelf ook een klein beetje radiomaker nog. Ja, heel lokaal. Radio Noordoostpolder, algemeen bekend. Nou, nu wel, ja. Radio Noordoostpolder. Ja. En hoe laat en waar zit je op die zender? Zondagavond van 10 tot 11. Zondagavond, dan is het goed. Ja. Ja, mag het niet missen. Hoe laat? 10 tot 11. En dan kan je ook luisteren als je niet in de Noordoostpolder woont? Er zijn altijd nog mogelijkheden via internet om het na te luisteren. De grenzen liggen bij de Noordoostpolder, helaas. Okay. Dames en heren, de opvolger van Wart Koopmans als kampioen noodschieten. Hoe heet hij ook alweer? Jan Broekhuizen. Ja.